Goedemorgen. Het is zoals het is. Ik kan wel huilen. Ja, dat begrijp ik. Ga maar lekker huilen. Ja. Op een bank. Ja, het is niet leuk. Maar het gebeurt. Het is vreselijk. Ja. Ja, we moeten dingen losgaan. Ik heb een andere bril gekocht. Nee, echt? Ik was die van de action, dat was helemaal niks. Nou, ik hoop alleen maar om te lezen. Ja, maar wat top! Nou, ik kan het enige wat ik je kan doen aan in deze kopje thee. Zodat ik niet bij gaan. Ja, gisteravond. Dus toen gingen we slapen, want het was echt wel laat. Het was betekent 11 uur. Ik ging slapen en toen werd ik wakker en toen was het nog even onzeker. Ik hoorde ook nog echt even niks. En toen toen kreeg ik een appje van Nadine, we gaan niet. Nou, toen kreeg ik een klap in mijn gezicht. Maar dat is logisch, want... Dat is een natuurlijke reactie. Ja, maar überhaupt van... Heb je daar helemaal op ingesteld? Ja, tuurlijk. Zo jongens, nou, het is een beetje drama allemaal. Het is zo'n emotionele rollercoaster, Nadine. Jongens, het is allemaal zo intens. Ik zou je niet vloggen. Nee, JC. Nee. Even een foto. Ja, Nadine. Is het jou kapot? Ja, ik heb er niet meer om. Oh. Je bent nee. We zijn niet meer bevriend nu. Hey allemaal, jongens. Wat een bizarre opening weer van de vlog. Hallo, welkom dat jullie allemaal weer kijken. Leuk. Ja, er is vandaag weer echt superveel gebeurd. Wij zouden eigenlijk vandaag weggaan op vakantie naar Frankrijk. Alleen, dat gaat niet door. Er is dus iets in de familie. Nou ja, dat ga ik allemaal verder niet benoemen. En dat leidde er eigenlijk voor dat wij dus niet op vakantie konden. Dus dat is natuurlijk vreselijk. Dus vanmorgen kreeg ik het nieuws te horen. Nadine en ik waren samen best wel even. Dat we dachten, oh, we zijn overstuur. Jeetje meid, niet op vakantie is toch een happening. En toen ging ik even naar Nadine toe. Na een aantal uur. En toen kreeg ik weer te horen dat we juist weer wel op vakantie gaan. Maar een dag later, dus morgen. En dan gaan we zonder de ouders. En dan gewoon met Nadine, Christy, ik en Ryan. Dus met z'n vieren. En Ryan is de vriend van Christy. En Christy en Nadine kennen jullie wel. Het was even heel chaotisch. Dus eerst zouden we eigenlijk helemaal niet meer gaan. En nu gaan we dus wel, maar morgen. En dan gaan we met z'n vieren gezellig alsnog naar Frankrijk. Ik wou bijna mijn koffer of mijn tas gaan uitpakken. Die we gisteravond samen hadden ingepakt. Maar dat hoeft nou dus niet meer. Nou, en verder was ik daarmee de hele dag bezig. Het is nu denk ik 3 uur of zo. Dus ik heb de hele dag eigenlijk even niks gedaan. Nou ja, niks. Ik was even bij Nadine en zo. Even alles regelen. En ik was ook nog bij Suus even. Dus een beetje chaotisch. Maar we gaan dus nog op vakantie. Morgen alleen, jongens. Zin in. Zo, jongens. Ik ben even lekker gedoucht. En ik ga nu even lekker wat eten. Want ik heb trek. Je kan toch bestellen dat je het hier eet? Ja, dat kan. Toch? Dan doen we dat toch? Ja. Maar wat is het goede nieuws dan? Ja, kom even zitten dan. Want wij gaan wel. Nou. Nee, luister. Ja. Ik was dus even toen wij klaar waren, ging ik naar de Dieren Christy. Ja. Raad het eens. Nee, we gaan morgen. Ja. Ja. Alleen Nadine, Christy en ik en Ryan. Nou, hoe komen jullie daar dan? Met de auto. Met de auto. Tell me, wat heb jij voor ijs? Brownie karamel. Nee, dat is een grap. Oh. Per doosje. Je hebt je eigen. Ja, maar veel te veel, Suus. Dat is dat eet je zo weg. We gaan het nu eten, je kan wel wat. Nou, we gaan even lekker lopen. Even een frisse snoet halen. Anders zat ik nu in Frankrijk te lopen. Ja, nu even hier niet. Jeetje. Heerlijk, jongens. Even in onze voortuin, Le Jardin. Le Jardin de Vin. En we hebben lekker ijsje op en lekker gegeten. Kind, wij zijn helemaal verzadigd. Ja. Meer dan dit wil je niet hebben. Nee. Hey guys, ik ben nu even lekker aan het
chillen. Ik ben lekker vlogklossen aan het kijken. De Amerika-vlogs zijn zo leuk. Dus daar ben ik lekker nu even aan het kijken. Ik ben nog wat andere YouTube-kanalen aan het kijken. En zo Knol. Gewoon een beetje aan het wegsuffen in die vakantievlogs. Puur omdat je, ik en Nadine en Christy en Ryan morgen naar Frankrijk gaan. Dus dan heb je er helemaal extra veel zin in. Ik ga lekker liggen in mijn bed. En gewoon helemaal lekker weg suffen. En want ik heb al ingepakt. Dus ik ben eigenlijk al helemaal ready to go. Oh ja, we vertrekken by the way morgen om 7:00 a.m. Ja, dus we moeten vroeg slapen. Want we moeten om 7:00 a.m. in de auto zitten. Fun fact. Eigenlijk was ik vandaag geïnvited voor de YouTube gathering. Dat hele bijzondere event. Alleen, eigenlijk zou ik op vakantie gaan. Maar ja, dat zijn we natuurlijk nu vandaag niet gegaan. Dus ik had daar eigenlijk naartoe gekund, zit ik nou te denken. Nou ja. Volgens mij was het ook de laatste keer of zo. En dan stopten ze ermee. Zoiets had ik gelezen. Ik weet niet helemaal. Oké, guys. Ik ga even lekker een wandeling maken. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Even lekker hoofd opnieuw. Dat vind ik af en toe zo lekker. Om gewoon even lekker te wandelen. En ik heb lekker mijn oortjes bij me. En dan zet ik altijd even een meditatie op of zo. Of even lekker een rustig muziekje. En dan kan ik even lekker even heerlijk lopen. Ik vind dat af en toe zo lekker. Dus ik had het net natuurlijk ook met Suus gedaan. Maar nu ga ik een iets grotere ronde. Wij hebben dus best wel een grote polder voor onze huizen. En toen ik corona had, dat was echt way back. Ik denk echt vlog 5 of zo. Ging ik daar ook wel eens een avond wandelen. En dan zie je bij een heldere nacht zie je zo beautiful de sterren en de maan en zo. En het is zo heerlijk. En toen ging ik er ook skileren. En het is daar. Nou ja, en dan loop je een heel stuk. Dus ja. Oh my god, dit huis staat leeg. Misschien kan ik erin. Kom maar, poesje. Kom. Nee. Tot zover. Kijk jongens, dit vind ik dus zo frappant. Ik zie overal, en dat had ik net met Suus ook gezien, dat ze die vlaggen andersom hangen. Dus blauw, wit, rood in plaats van rood, wit, blauw. Nou heb ik dus gehoord dat dat dus gaat om de boeren. Omdat die natuurlijk een beetje boos zijn over wat er nu allemaal gebeurt. En dat ze dan gewoon die vlaggen allemaal gaan omhangen. Ik snap niet waarom. Kijk, daar hangen ze wel allemaal normaal. Maar vandaag was er dus ook bij iets van een voetbalwedstrijd van Frankrijk. Weet ik veel, dus misschien dat het daar ook mee te maken heeft. Jongens, weten jullie dit? Let me know. Kijk, trouwens, nu ben ik Den Haag in. En nu ben ik Den Haag uit. Genieten, jongens. Heerlijk. Echt, het is zo lekker weer. Het is ook echt nog lekker om met blote armen te lopen. Het is echt best wel benauwd eigenlijk. Jongens, ik hoor vuurwerk. In de verte. Nou, superleuk. Ik zag net een oud klasgenootje toevallig ook langslopen. Die had ook even zin om lekker zo'n late night walk te maken. Super grappig. Charlotte. Echt, daar speelde ik altijd met Nadine. Nou, echt wel groep 1, 2, 3, 4, 5 of zo. 6. Beetje die groepen. Superleuk. Dus daar heb ik even lekker mee staan babbelen. Nou, als ik thuis kom, jongens, dan moet ik even 2 vlogs editen. Die van gisteren en vandaag. Want dan kan ik gewoon met lege handen, zeg maar, naar Frankrijk gaan. Dus als ik thuis kom, ga ik direct editen en dan ga ik slapen. Want we moeten morgen vroeg op, jongens. Even nog de last checks of we alles hebben. Maar komt helemaal goed. Lieve allemaal, ik ga de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken naar de vlog. Morgen gaan we dan echt naar Frankrijk. Gaat het dan echt gebeuren? Dat gaan jullie zien. Morgen in een nieuwe vlog. Tot dan.